Mijn naam is Thijs Revink, 31 jaar oud. Ik ben bovenschools ICT-coördinator voor de stichting SKBG Onderwijs. En daarnaast geef ik ook nog 2 dagen les op een basisschool. En wij maken binnen onze stichting en op onze school heel veel gebruik van Class VR. We doen nu 2 jaar en het is natuurlijk wel in de hele coronatijd iets minder geweest. Maar we merken vooral nu kinderen weer heel veel op school zijn, dat het weer steeds meer wordt ingezet. En daarnaast heb ik ook, omdat ik ook bovenschools ben, ben ik het ook op. We hebben 16 scholen in onze stichting. Daar ben ik het ook veel breder aan het inzetten en het aan het promoten. En je merkt dat de kinderen gewoon steeds enthousiaster worden op het moment dat je dit middel inzet. En het begint bij ons op steeds meer scholen beginnen te lopen. Ondertussen hebben we het op 4 scholen en het wordt steeds meer. We hadden thema Eerste Wereldoorlog in groep 7-8. En ik ben eigenlijk. Voor de start van het hele thema heb ik een filmpje van een loopgraaf. Daar zag je ook echt soldaten in, die werden aangevallen. Eentje die had zo'n helm, die deed hij op een stok en dat werd iets naar boven gehouden. En allemaal echt levensechte situaties. Dat was 360 graden gefilmd. En ik heb kinderen die bril opgezet, ik heb ze dat filmpje laten zien. Duurde 2 minuten en vanuit daar ben ik bijna 3 kwartier met ze in gesprek geweest. Goh, wat heb je nou gezien? Waarom zou dat gebeuren? Vervolgens gingen ze op hun Chromebooks van alles opzoeken. Ze gingen, het was echt gewoon die eigen motivatie en interesse. Die groeide verschrikkelijk door het gebruik van het filmpje en de VR-bril. Want ze hadden gewoon echt het gevoel alsof ze daar waren geweest. Nou, ik ben ook bezig geweest met het thema ruimte. En het grote verschil is wat je dan ziet als je gewoon een filmpje op YouTube laat afspelen. Kinderen kijken naar het filmpje en zeggen aan het einde, oké, dit was het filmpje. Op het moment dat je ze via de VR-brillen dat laat doen, merk je daarna echt dat ze echt in die wereld zijn geweest. Dat ze veel meer dingen zien en dat ze ook veel meer vragen hebben daarna. Ze willen veel meer onderzoek doen, ze willen nog veel meer weten. Ze willen het filmpje nog 2 of 3 keer zien. Wat ik gewoon merk, dat bij gewoon een standaard filmpje op een Digimod veel minder is. Dus die belevingen en die betrokkenheid is gewoon veel groter.